Net als bij e-books is het niet zo makkelijk om elektronische magazines te vinden. Er zijn twee plekken waar ik af en toe dingen ga bekijken. De eerste is issue.com. Daar vind je vrij veel gratis magazines. Wel heel vaak gerelateerd met een commerciële insteek, maar toch, je kan er wel een en ander in terugvinden. Stel bijvoorbeeld, ik ga op reis naar IJsland. Ik klik op IJsland en ik ga zeker een en ander terugvinden. Kan de boeken of de tijdschriften bekijken. Nu is het wel zo dat je de dingen kan bekijken in Issue, maar je kan ze wel niet downloaden. Dus je moet online zijn om eigenlijk ja, de tijdschriften te gaan raadplegen. Bij Yompu hetzelfde. Ja, opnieuw vind je daar verschillende tijdschriften die gedeeld worden, meestal wel met een commerciële insteek, maar niet altijd. En bij Yompu ga je reclame krijgen. Dus wil je geen reclame, dan ga je een account moeten nemen. Maar je kan wel dingen bekijken, alleen vind ik dat het minder goed werkt dan Issue. Je merkt dat hier. Ik heb hier daarnet iets open gedaan. En ik zie het magazine nergens verschijnen. En zo heb ik het wel al meerdere keren gehad. Nu heb ik het wel. En opnieuw kan je het document gaan bekijken, maar het duurt niet lang voordat je reclame krijgt. Dus ik lees iets liever op Issue. Dan heb ik de indruk dat de winst vooral gehaald wordt bij de mensen die een publicatie op Issue willen zetten. En dat bij Yompu eerder is bij de mensen die iets willen raadplegen. Dus mijn voorkeur gaat naar Issue in plaats van Yompu.